Onderzoek toont aan dat betrokkenheid van ouders een positieve invloed heeft op de schoolse prestaties en het welbevinden van leerlingen. Ook op je zomerschool. Hierbij is het enerzijds aan de school om ouders uit te nodigen. Anderzijds is het ook aan de ouders om in te gaan op deze uitnodiging. Ouderbetrokkenheid is tweerichtingsverkeer. In deze kennisclip zoomen we in op enkele uitgangspunten en geven we je tips en tricks om met ouders om te gaan. Ouders willen in eerste instantie het beste voor hun kind. Ze delen dezelfde wensen, behoeftes en zorgen, maar verschillen door hun context en achtergrond. Ze willen dat het kind het goed heeft op de zomerschool en in goede handen is. Maar misschien weten ze niet goed hoe ze de school kunnen of moeten benaderen. Mogelijk is ook de taal een hindernis. Werk daarom aanklampend en wees begripvol. En het lijkt misschien evident, maar maak eerst en vooral verbinding met het kind. Dit doe je door interesse te tonen in zijn of haar leefwereld. Door aanwezig te zijn zonder te forceren. Door je voelsprieten te gebruiken en te vertrouwen op je ervaring, kan je vaak intuïtief aanvoelen wat bij welk kind werkt. Vraag hoe het gaat, benoem wat je denkt te zien. Zicht hebben op de beginsituatie kan je hierbij zeker helpen. Door de beginsituatie van elk kind op je zomerschool in kaart te brengen, plant je het zaadje om met elk kind stappen te zetten. Gebruik het als een eerste foto. Het al dan niet beschikbaar zijn van die informatie vormt een opstap liever om met de ouders en het kind in gesprek te gaan. Zicht krijgen en hebben op de situatie waarin het kind en de jongere leeft, geeft je de mogelijkheid een taal te ontwikkelen, waarmee je in gesprek kan gaan met zowel ouders als kind en jongeren. Wees hierbij laagdrempelig en communiceer duidelijk. Een tweede tip is om stevig in te zetten op jullie visie. Visie werkt als een kompas. Het geeft de richting waarin je stapt en zorgt voor enthousiasme en gedragenheid. Ook als zomerschool is het belangrijk om in te zetten op een heldere en gedragen visie. Wil je graag aan de slag met je visie rond ouderbetrokkenheid? Stel dan volgende vragen. 1. Wat maakt ouderbetrokkenheid zo belangrijk voor onze school? Hoe kijken wij naar ouderbetrokkenheid? Wat is van belang voor ons? En stel dat die ouderbetrokkenheid op onze school goed zit. Waaraan merken we dat dan concreet? En hoe gaan wij concreet werk maken van ouderbetrokkenheid op onze zomerschool? Wat is er nodig om dat waar te maken? Wie of wat hebben we hiervoor nodig en hoe zien we het partnerschap? Denk ook na over hoe je deze visie kan visualiseren. Het biedt een krachtige ondersteuning in de communicatie en het kan laagdrempelig werken. Heb je de visie goed scherp gezet en is ze gedragen? Fijn. Dan kan je beginnen om de visie te doen leven. Een derde tip stimuleert jullie om ouderbetrokkenheid breed te benaderen. Ouderbetrokkenheid gaat immers niet alleen over ouders bereiken, maar ook over hoe je met ouders als partners kan samenwerken in functie van het kind. Het doel is hierbij het kind tot leren te laten komen. Als het kan, even op een manier dat het kind het ook graag doet. Op die manier situeert ouderbetrokkenheid zich in een partnerschap tussen ouders, de zomerschool en het kind. Ook de samenleving en maatschappelijke context spelen een rol. Ze hebben allemaal invloed op het kind en zijn ontwikkeling. Epstein spreekt hier over het partnerschapsmodel. Denk na hoe je binnen je team, vertrekkende vanuit de specifieke context van jouw zomerschool, ouders kan engageren, mobiliseren en betrekken bij je zomerschool. Denk hierbij zo laagdrempelig mogelijk en doe dit aan de hand van een brainstorm of braindump. Welke van deze ideeën zijn makkelijk te realiseren? Welke vragen meer tijd en of voorbereiding? Welk effect heb je voor ogen met die initiatieven? En wie kan jou helpen om deze initiatieven te realiseren? Probeer ervoor te zorgen dat je met je initiatieven ouders welkom doet voelen. En zet in op interactie, dialoog en uitwisseling van informatie. En wees je bewust van het feit dat je niet altijd onmiddellijk het gewenste resultaat zult bereiken. Sommige processen vragen tijd. In deze kennisclip hebben we je proberen meenemen in het boeiende thema ouderbetrokkenheid. Als je meer wil weten, bezoek dan zeker ook onze andere leerpaden. Veel succes ermee!